Een mooie derde plaats, want die Gobert altijd raak hier, hè? Ja, het is niet de hoogste prijs, maar ja, ik denk dat het podium ook wel mooi is met die tegenstand van vandaag. Dus, de blokken van Lotto en Quickstep waren heel zwaar om te overleven, denk ik, hè? Ja, maar ik denk dat wij ook wel aanwezig waren met Benjam en ik en Pascalon. En dan de ploeg die ons goed afzetten ook aan de hellingen. Dus ik denk ja, dat we het mooie is dat we op het podium staan. Jullie zal zeer tevreden zijn in Spanje en ook hier uiteraard, hè? Ja, ik denk dat we een goede periode bezig zijn met de ploeg. Dat we eindelijk allemaal op niveau zijn. En dat doet inderdaad wel deugd voor te bevestigen. Wat vond je zelf van het parcours vandaag? Ja, ik vond het heel schoon. Ik vond het mooiste parcours dat ik al gereden heb. Alle soorten hellingen, kassei, asfalt. Ja, ik vond het een aangenaam parcours. Zijn de Belgen in het voordeel voor het wereldkampioenschap over dit parcours? Ja, ik denk als Belgen zijn gewend van op deze parcours te koersen. En met de kasseien en zo, denk ik dat het een grote kans is. Ja. Heeft Remco zijn ticket vandaag verdiend? Goh, ik denk dat het ticket eigenlijk al even binnen was, maar ja, gewoon nooit bevestigen, denk ik. En wie wordt wereldkampioen? Ja, een België, hopelijk. En wie? Maakt niet uit, hè. Een Belgisch goed. Oké, veel plezier nog voor de toekomst. Dank je.